Goedemiddag. Goedemiddag. Ja. Leo Feijen. Hartelijk welkom. In de Augustijnabdij van Averboden. Vanaf het begin van het christendom verspreidde zich de idee dat waarachtig christelijk leven niet met aardse genoegens kan samengaan. Iedereen was ervan overtuigd dat de woestijn de ideale plaats was om niet alleen de bekoringen, maar ook de lauwheid van de wereld te ontvluchten. Daarom leefde een monnik helemaal alleen. Maar zelden waren ze zo alleen als ze gewenst hadden, daar de faam van hun heiligheid vele leerlingen aantrok. Spoedig ontstonden er gemeenschappen van monniken die in kloosters bijeenleefden. Goedenavond en welkom bij Kruispunt, dat deze zomer weer met een nieuwe kloosterserie komt. En deze serie brengt me langs de mooiste abdijen in Vlaanderen. Vanavond ben ik in Averboden, waar de Norbertijnen bidden en werken in dit prachtige complex hier achter mij. Op zoek naar wat is gelukkig leven? Oh, kijk eens. Wat is zinvol leven? Ja, ja. Wat is gezegend leven? Mm-hmm. Weet u dat? We hebben er enige ervaring mee, maar het antwoord erop zal ik u wellicht ook niet kunnen geven. Echt niet? Nee, maar ik denk dat we er zo samen wel wat over kunnen nadenken. Ja? Ja? Ik heb het idee dat we hier een kasteel, een monument ingaan. Oh. Het is indrukwekkend. Ja, maar ik hoop toch dat die indruk niet doorslaggevend is. Want u bezoekt wel, of u komt in een groot en in een oud gebouw. Dat heeft wel een monumentale indruk. Maar we hebben toch liefst dat onze bezoekers niet denken dat ze in een monument, laat staan, in een museum terechtkomen. Het is voor ons vooral een huis. Ik geef toe, het is nogal wijds en groot. Maar toch op de eerste plaats een huis waar een gemeenschap woont. Ja. Vindt u mooie kippen? Ja, onder andere hun verregaande onverschilligheid tegenover mensen. Dus het maakt eigenlijk niet uit wat u doet? Niet zoveel, maar ze hebben wel graag op tijd eten. Maar een sterke affectieve band heb je er niet mee. Een kip blijft altijd kip, blijft zichzelf. Een beetje weerbarstig dier eigenlijk. Ja. En dat vindt u mooi? En dat vind ik mooi, ja. En er zijn hier zo'n 50 kippen. Ongeveer, ja. En u heeft ook ongeveer zoveel medebroeders? Iets minder, ja. Iets minder. Ja, dat is toeval, hoor. Ja, is dat toeval, Dat is echt toeval, ja.
Dat hebben we niet. En leert u nu iets van die kippen om te weten hoe u met de medebroeders als abt moet omgaan? Eigenlijk niet, nee. Nee? Nee, hoegenaamd niet. Nee. Nee. Dat complex, dat heeft een heel eigenaardige werking. Dus alles wat u hier ziet, verwijst eigenlijk naar een traditie van eeuwen. Hè, naar werk en beleid van voorgangers. En daar zijn we allemaal eigenlijk maar een klein schakeltje in. En gek genoeg, het leven in zo'n gebouw geeft het gevoel vreemdeling te zijn. Dus hamert eigenlijk telkens opnieuw. Je bent hier te gast, je bent maar voorlopig. Echt waar, ja? Ja. Mij geeft dat heel sterk, dat gevoel. Dus de grootte van dat complex maakt ook dat je onderdeel bent van... eigenlijk maar een heel klein onderdeel van iets veel groters. Dat je zo voelt, ja. En dat maakt ook dat je vreemdeling bent. Ja, dat is iets paradoxaals. Maar als u zegt, ik ben vreemdeling, wat bedoelt u dan? Dan bedoel ik dat, dat het leven tijdelijk is... En dat het hier niet van mij is. Ik ben volstrekt geen eigenaar. Ik sta ten dienste van de mensen die er op het ogenblik zijn. In het licht natuurlijk van de opdracht die we hebben als premonstratenzers. Ja. Eigenlijk is de abt die hier staat, die zegt, ik ben maar een passant. Ja. Dat is absoluut zo. Ja. En moest hij iets anders zeggen, dan was dat nog zo. Ja, maar dat is te makkelijk. U bent passant. Dat betekent dus eigenlijk van dat u het abt zijn ziet als een dienst aan ja. De mensen, maar ook als een dienst aan de geschiedenismijnen. Ja, absoluut. Ja. En een geschiedenis waarin God zich laat kennen. Ja. En dat geeft natuurlijk, ja, op een of andere manier. En dat geeft dan natuurlijk een dimensie aan die mijzelf ontgaat. Het is de eerste keer dat u het woord God laat vallen. Het is ook maar een woord. Hè. Ja? Nou ja, we moeten dat niet te veel gebruiken. Waarom niet? Hm? Waarom niet? Omdat we eigenlijk over hem niks weten. Dus zelfs Sint Augustinus zegt dat, hè, als je het begrijpt, is het God niet. En dat is juist. En wij winden ons voortdurend op over dingen die we begrijpen. En we denken dat het God is, maar het is niet. Nee. God gaat ons bevattingsvermogen te boven. En te buiten. Volstrekt. Ja. En dan kun je maar beter met kippen bezighouden. Die gaan eigenlijk ons bevattingsvermogen ook te buiten. Ja. Weet u wat die dieren denken? Of ze denken? Ik weet het niet. Dit doet u iedere ochtend? Ja, bijna elke morgen is dat wel een karwei voor mij, de post te sorteren en dan in heel de abdij rond te delen. Aan de deuren te leggen bij de medebroeders. Dus de prior is de postbode van Averbode? Bij ons is dat inderdaad het geval, ja. Zo, nu zijn we bijna aan het eind van onze postron. Ja. Nu zijn we op de bejaarde- en ziekenafdeling. Ik heb geen post bij voor u. Ah, dat is bijna. Ja. Ah, Gilbert. Goedemorgen, de krant is er, hè. Met enige vertraging. Parochieblad. Alsjeblieft. Dat is voor u een waard. Ah ja. Ja, voilà. We zijn rond. Hoe is het nou, broeder Erik, om hier ook te komen, op deze afdeling van zieken en zieke broeders? Het is wel een bijzondere groep zo in onze abdij. Het is een plek waar altijd mensen zijn. Ja, dus de medebroeders zorgen echt wel voor de stabiliteit in de gemeenschap. Zo. En
het is wat een huiselijkere sfeer dan in de rest van de gemeenschap. Ja, ze hebben hun eigen refterie, hun eigen kapel. En dat is wel aangenaam, ja. In heel veel kloosters is het zo dat de wat oudere broeders naar een kloosterbejaarde wordt gaan. Daar heeft u niet voor gekozen? Waarom? Nee, we hebben echt wel gekozen om zelf hier twee gangen in te richten voor onze eigen bejaardenafdeling. Zodat we onze medebroeders altijd in ons midden kunnen houden. En ja, tenzij ze eens naar het ziekenhuis moeten. Maar voor de rest denk ik wel dat ze heel tevreden zijn dat ze inderdaad deze jaren hier kunnen doorbrengen. Ja. En wat betekent dat voor uzelf? Ja, ik moet toch wel bekennen dat het voor mij wel een leerschool geweest is om ook echt te beleven dat inzet voor oude, zieke mensen, medebroeders, binnen de beslotenheid van de abdijmuren, dat dat een even volwaardig priesterlijk werk en een pastoraal werk is als wel het engagement voor kinderen of voor jongeren, dat dan veel toekomstgerichter lijkt. Maar zelfs in het licht van het evangelie is dit misschien zelfs een stuk waardevoller. De Norbertijnenabdij van Averbode dateert uit de 12e eeuw. Nu wonen er 39 broeders. Aan het klooster zijn ook nog eens 46 buitenheren verbonden. Dat zijn broeders die buiten het klooster wonen en werken, meestal als pastoor. Als het even kan, eten ze tussen de middag een hapje mee. Norbertijnen vinden het gemeenschapsleven belangrijk. Gastvrijheid en werken aan een meer menswaardige samenleving zien ze als een dienst aan God en de maatschappij. Staf, waar zijn wij hier nu? Dit is het oudste gedeelte van de abdijgebouwen. Dat dateert van de 14e eeuw, het tweede deel van de 14e eeuw. Het oudste gedeelte dat nog bewaard is. Volledig gebouwd in ijzerzandsteen. Deze ijzerzandsteen wordt hier ontgonnen in de streek. Is heel specifiek voor de oude gebouwen hier in de streek. Kijk, hier zie je nog hoe dat de littekens van de geschiedenis bewaard zijn gebleven. Waarom is dat voor u belangrijk? Omdat de geschiedenis belangrijk is. Je moet weten van waar je komt om ergens een richting te kunnen bepalen voor de toekomst toe. Je kunt onmogelijk naar een toekomst toe leven als je niet weet van waar je komt. De geschiedenis is dus heel merkwaardig. Ik heb ook heel veel respect voor de mensen die hier vroeger in gewerkt hebben en die hierin geleefd hebben. Omdat iets van hun... Een worsteling eigenlijk met het mysterie van het bestaan eigenlijk is hier gedurende zoveel eeuwen, 6 eeuwen, 7 eeuwen, 8 eeuwen, hebben zij hier geworsteld met het mysterie van leven en dood eigenlijk. Want zowel kloosterlingen, katholieke kloosterlingen als andere mensen zitten allemaal voor datzelfde mysterie. Van waar kom ik, waar ga ik naartoe, wat is de zin ervan, wat is al dat kwaad en al dat lijden. Wij worstelen daar ook mee. En zoveel eeuwen hebben mensen hiermee geworsteld met dit mysterie op deze plek. En daardoor is er op deze plek is er iets. Makahanya haramita shingyo kanji zaibo sahyo yin hanya haramita jisho kengo on kaiku biku kufu ishiki shiki sokuzeku. Sinds 1982 ben ik hier verantwoordelijk voor al die ruimtes hier en is nu op dit ogenblik deze ruimte al sindsdien bestemd en gebruikt voor zenmeditatie. Nu, dat is een zeer... Mensen die weten wat zen is, dit is een zeer krachtige ruimte voor dat soort meditatie. Omwille van ook van de ruwheid van die steen. Hmm. Dat zijn natuurlijke stenen, die zijn geen kunstmatige producten aan gebruikt. Dat is dus zeer authentiek. En als u mij nou
zou moeten uitleggen wat de wijsheid in onze traditie, de Joods-Christelijke traditie, kan leren van de wijsheid uit die andere traditie. De diepste wijsheid moet zich altijd vertalen in een bepaalde woorden. En woorden zijn altijd beperkt. Je kunt iets zeggen over een bepaald onderwerp, maar dat is nooit het geheel van de... Je kunt dus niet zeggen dat is de wijsheid. Je kunt zeggen dat en dat is wijsheid. Bijvoorbeeld een van de dingen, als het nu toch misschien interessant is om daar even iets over te zeggen. Wat ik eigenlijk heel belangrijk vond in mijn leven, dat was dat ik heel diep ben gaan beseffen dat woorden behoren tot de wereld van de vormen. Laten we dan zeggen in westerse woorden, tot de wereld van de contingentie. Dat woorden dus betrekkelijk zijn. Alles wat contingent is, is voorbijgaand, gelijk onderworpen aan tijd en ruimte. Dat is relatief, dat gaat voorbij. Woorden zijn eigenlijk wegwijzers die verwijzen naar wat achter die woorden ligt. Maar wat achter die woorden ligt, laat zich nooit helemaal vangen in woorden. Een woord is een wegwijzer en dat heb je nodig. En dan is God dan ook een wegwijzer? Ja, dat woord wel. Dat woord is gewoon een wegwijzer. En is het doel van zenmeditatie om voorbij de woorden te komen en te raken aan het meest wezenlijke wat voor ons allemaal gaat? Heel zeker. Heel zeker. Zen is uiteindelijk voorbij die woorden geraken. Die is trouwens helemaal woordeloos. Dat is ook een van de voordelen van die vorm van meditatie. Dus gewoon objectloos, woordeloos. Er komen geen woorden bij te pas. Ook geen mantra. Misschien kennen heel wat mensen dat woord mantra. Of ook niet een schietgebed, gelijk dat in de katholieke kerk gebruikelijk was. Of ook niet het Jezusgebed, wat ook heel veel mensen bekend is tegenwoordig. Dat is het allemaal niet. Het is gewoon zitten, zonder meer, en observeren wat er in jezelf gebeurt, in jezelf voortdurend in communicatie met de omwereld. Het is ook niet zo dat je je volledig afsluit. Dat is ook iets kenmerkend voor zen, en zeker voor de soorten zen, want er zijn verschillende soorten waar ik in zit, Rinzai zen. Men mediteert met zijn ogen open. Het contact met de werkelijkheid zoals ze is, hè, dat is belangrijk in zen, hè. De werkelijkheid zoals ze is, ik denk dat het ook dat is dat mij naar zen uiteindelijk gedreven heeft, zonder dat ik het zelf wist. Dat heb ik inderdaad, hè. Heel afwisselend leven. En ik heb hier ook wel het leven gevonden waar ik na een aantal jaren nadenken en wat worstelen voor gekozen heb. Moeilijke momenten zijn er, denk ik, in een gemeenschap, zeker wanneer je aanvoelt dat je met iemand bijvoorbeeld een conflict hebt of dat je voelt, ja, de verhouding loopt stroef en dat je soms ook moet aanvaarden dat je niet met iedereen een even goed en vlot contact hebt. Dat je soms op innerlijke blokkeringen stoot om met iemand in gesprek te gaan. Stuit u dan ook op de weerbarstigheid van uzelf? Ja, zeer zeker, hè. Ik kan natuurlijk niet vergelijken en zeggen, gebeurt dat nu meer in een gemeenschapsleven, in een religieus gemeenschap, dan bijvoorbeeld in een huwelijksleven. Ik denk dat huwelijk man en vrouw daar elkaar een spiegel voor houden. En ik denk, soms in een gemeenschap heb je zoveel spiegel dat het soms een spiegelpaleis lijkt, hè, als je het iets moeilijker hebt. En word je van vele kanten soms bevraagd en uitgedaagd ook. Zie het land los dat wegneemt de zonde in de wereld.
Wat schrijft u er nu op? Ja, eenvoudig de datum. Ja. Waarom is dat belangrijk, de datum? De versheid. Ik ben hier ook in het klooster om te vragen, wat is nou eigenlijk geluk? Wat is zinvol leven? Als ik u zo zie, dan denk ik, dan zie ik een gelukkig mens. God, wat is geluk en wat is zinvol leven? Geluk is eigenlijk gedragen tevredenheid. Ja. Het gevoel op je plaats te zijn, thuis te zijn. Nu denk ik, zin, dat is iets dat mensen aan het leven geven. Op een of andere manier hebben wij dat nodig. Maar ik denk op zich genomen dat het leven ontsnapt aan de zin die wij eraan geven. Ja. Wij zien zelf niet de grotere samenhang waarin we een bijdrage leveren, waar we een element van zijn. Ik denk niet dat wij dat zien. Dat gaat ons bevattingsvermogen ook maar weer eens te boven. En dat is toch weer de diepste zin van ons leven. Dat er dingen zijn die wij niet kunnen snappen. De diepste zin van ons leven ligt daarin verborgen. Ja. Ja. Vermoed ik. Hopen we. Of hoop ik, ja. 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 Het is misschien wel een soort genade. Religieus te mogen zijn. Ziet u? Ja. Dus dat extra zintuig, die extra gevoeligheid te hebben. Ik denk dat dat een genade is. Een geschenk. Ja. Ja, inderdaad. En heeft dat ook met die gedragen tevredenheid te maken? Ja, natuurlijk. Ik kan me eigenlijk geen... Dus ik kan me geen geluk voorstellen zonder God. Ja. Als u hier zo rondloopt met de kippen en staat op de aarde en de dingen vlak voor u, is het dan veel meer het vermoeden van het hart dat er in die schepping, zeg maar, die tekens kunnen zijn van het geheim? Ja, tuurlijk. Ja. Maar het is toch niet helemaal juist dat je zou zeggen dat ik kippen houd omdat ze me een religieuze kick geven. Ja. Ik vind het ook gewoon boeiend om het te doen en te zien. Ik zie voortdurend trekoogjes bij u en u lacht. Ja. Waarom lacht u? Waarom ik lach? Ja. Ja. Omdat er altijd iets is dat ontsnapt aan de woorden. Ja. En ik lag ook een beetje om u, omdat u uw rol zo voortreffelijk speelt. Ja. Als je kijkt hoeveel huizen tegenwoordig vooral leeg staan. Dus men is een hele lange dag weg om te werken. Men heeft in het weekend allerlei activiteiten buitenshuis, ook al een druk in de vrije tijd. Men moet 2-3 keren op vakantie.
En zo die leegte van veel huizen, en dan vraag ik mij af in welke mate kunnen die nog een thuis zijn voor mensen. Zo. En wat is de motivering dat men zo altijd extern ook van alles moet doen? Nu, ik ga ook graag eens weg hoor, wees gerust, ik ben ook niet altijd hier. Maar ik vind dat toch zo, de betekenis van abdijen, zo plekken die, waar altijd iemand is, dat dat toch ook wel... Dat die stabiliteit, het zijn waar je hoort, ja. Dat dat ook echt gebeurt. Ja, ja, ja. En dat dat ook wat tegendraads misschien wordt in onze huidige wereld. En dat de abdij in die zin een tegenbeweging is. En bijna laat zien van, in een huis hoort altijd iemand te zijn. Ja, ja. En dat er anders geen leven is. Ja, en dan nog natuurlijk zeer bijzonder, omdat mensen toch aanvoelen. Saint-Chien, zij zeggen dat er ook nog een bijzonder iemand woont, dat God daar te vinden is, kan ontdekt worden. Dat geeft er dan nog een bijkomende dimensie aan. Dat is het begin en het einde. Het begin van de meditatietijd en het einde van de meditatietijd. U probeert hier dan in de stilte leeg te worden, los te laten, afstand te nemen, ik uit te schakelen. Vindt u hier vaker de leegte dan wanneer u in de kapel zit en het daar een half uur stil is? Voor mij is het zo, in de loop van de jaren is het voor mij zo geworden, vanaf het ogenblik dat wij dus klaarstaan om naar de Eucharistieviering bijvoorbeeld te gaan, van dan komt over mij diezelfde innerlijkheid die ik hier heb. Ik heb dus heel veel moeite bij mijn eigen medebroeders, en dat is niet alleen hier in Averboden, maar ik vind dat overal zo, dat ze bang zijn. We zijn heel bang van hun geloof te verliezen en van hun zielenzaligheid kwijt te geraken. Dan zeg ik, ja, je moet eigenlijk toch niet bang zijn, waarom moet je nu bang zijn? Je bent er zelf toch bij. Als je nu echt gelooft, als je nu zegt, ja, ik sta in een joods-christelijke traditie, ik ben daarin geboren, ik ben dat eigenlijk van huis uit. Het leven heeft mij in die traditie geplaatst. En dat is mijn familie, gelijk ik een veearts ben. Maar ik heb heel veel belangstelling voor andere families. Hè, waar dat men andere dingen beter doet dan in mijn eigen familie. En ik kan me alleen verheugen daarin. Maar ik blijf een veearts. Hè. Ik blijf in mijn familie. En ik voel me heel goed in het christendom. Er is geen haar op mijn hoofd dat er ooit aan gedacht heeft van weg te gaan. Integendeel. Dus ik begrijp eigenlijk niet waarom de mensen zo bang zijn om die contacten met die andere godsdiensten, want het is geweldig boeiend. Waarom zijn mensen bang? Ik denk dat mensen vooral gehecht zijn aan hun eigen ik. En dat daar eigenlijk uit voortvloeit dat ik weet op een of andere manier dat het voortdurend bedreigd is. En dat ik dat wil zich voortdurend bevestigen. En toch weet het dat het niet bevestigd kan worden. En mensen zijn gehecht aan dat ik. En het is uit angst om dat ik te verliezen. Dus je kunt dat merken in sommige omstandigheden dat je zelf... Dat is precies het sterke van zen. Dat je dus heel erg... jezelf observeert wat er in jezelf, in je gemoed ook gebeurt, hè? In je mind eigenlijk gebeurt. En dat je op een bepaald ogenblik bang bent, ook in zazen, ook in de meditatie, van jezelf te verliezen. Dat is het, hè? Je bent bang van jezelf te verliezen, van de controle te verliezen over jezelf, van de controle over de situatie. Alles wat wij doen, dat is de wereld onder controle proberen te krijgen. En uiteindelijk weet je dat het niet kan. Want je gaat dood. Je gaat dood. Gaat dood. Dat is het ultieme verlies van de controle. Ja. Ik denk dat... Uiteindelijk is dus alles wat we voortdurend proberen te doen, is ons verzetten tegen de dood. Ja. En is een verloren strijd. Op voorhand verloren strijd. Wat dus ook oorzaak is van de angsten. Voortdurend die angsten. Van zichzelf te verliezen en weten dat je toch uiteindelijk de strijd gaat verliezen. Je kunt jezelf niet in stand houden, dat is helemaal onmogelijk.
Je kunt jezelf niet, je kunt jezelf, je bestaan kunt je niet zelf gronden. Wat kan ik nou doen om hier stil te worden en rustig te worden? Wat kan ik nou doen? Zwijgen. Gewoon zwijgen. Niet aan met uw mond, maar ook hier zwijgen. En ook daar zwijgen. En alleen maar kijken. En genieten. Kijken en genieten. Volgende week in de kloosterserie De Karmelitessen uit het Vlaamse Weelde. Ik ben liever stil, ja. Dat ligt meer in de lijn van mijn persoon en van mijn roeping ook. Het kan zijn juist door die stilte dat er een diepere vrede opnieuw in je komt. Dat je juist die stilte daarvoor nodig hebt. Ja, ik voel mij wel echt vrij, maar het hangt ervan af hoe je vrijheid ziet. Hè. Veel mensen zeggen, ik wil vrij zijn om te doen waar ik zin in heb. Ik wil gaan waar ik wil. Zulke zaken zijn er niet voor ons, maar daar is een andere vrijheid die veel dieper ligt. Want zolang als het egoïsme in ons leeft, zolang zijn wij nog onvrij. En ze zeggen altijd dat maar een kwartier na onze dood is, dan ons egoïsme sterft. Dus we zijn niet gemaakt om hier altijd te blijven, hè? Nee. Maar sterven is moeilijk, denk ik. Ik heb dat proces meegemaakt met zuster Magdalena, die dus wel op 47-jarige leeftijd overleed. En dat ze zei, het is toch een mysterie. Het is toch een mysterie, zei ze. En ik kon haar dat maar laten zeggen eigenlijk. Gewoon maar luisteren, weer luisteren. Ja. Het is een echte hobby. Het is vrije tijdsbesteding. Ja. En is dat een hobby van iemand die altijd al met dieren heeft willen werken? Of juist komt het voort uit een soort heimwee, verlangen? Allebei. Ja. Ik ben eigenlijk altijd wel erg geboeid geweest door natuur, ook door dieren. Dus zeker
Zeker hoefendieren, dat vond ik van kleins af aan fascinerend. En ja, een kip ligt eigenlijk in het bereik van iedereen. Ja. Ja, eigenlijk gek. Een kip... Als ik er dan toch even wat dieper op in mag gaan. Een kip is voor veel mensen de laatste band die ze hebben met dieren die iets produceren. Ja. Dus je ziet, al ligt iets of wat aan, er staat een kippenhok. En er lopen een paar kippen rond, dus eigenlijk... En in die zin is het wel een belangrijk dier. Maar economisch stelt hij niet zoveel voor. Maar blijkbaar hebben mensen ook behoefte om een soort ambassadeur te hebben in de natuur. Godfried Bommans heeft dat ooit prachtig beschreven. Waarom mensen een hond of een kat houden. Omdat wij altijd denken en redeneren, zijn we altijd een beetje vermoeid. En in een dier zie je eigenlijk de onbezorgdheid van het spontane, vlotte, los uit de pols geleefde leven. Dat voor de meeste mensen helaas niet weggelegd is. En wij moeten... proberen te bidden, proberen ons te concentreren op ademhaling, ontspanningsoefeningen doen om daar iets van te voelen. Terwijl als we naar een dier kijken, dan ja. Die doen het gewoon. Ja, die doen het gewoon. Tenminste, die indruk hebben wij. Maar goed, ja. Maar bent u hier nou de plattelander of bent u de stedeling hier? Ja. Ik denk dat ik een beetje een ontwortelde stedeling ben met heimwee naar het platteland. Ja. Ik denk dat veel mensen van mijn generatie dat hebben. Ja. Ja. En waarom verlangen wij zo naar het platteland? Wel, ik herinner me, ik was klein en ik was met een oom van mij die dus boer was. En die zag mij in de verte kijken en die zegde tegen mij, hier kan je ver kijken. En die zegt hij niet. En zo is het. Ja. Je kan er ver kijken. Ja. Je hebt eigenlijk de twee dimensies. Je hebt dus de horizon die dan zeker in dat vlakke landschap van de Noorderkempen. Want daar kom ik eigenlijk vandaan. En je hebt dan ook, vlak voor je voeten is er altijd van alles. In de zomer springkaan, kikkers, kikkerdril. Wat fantastische dingen heb ik als kind daar niet beleefd. En dan ook volwassenen die het me lieten zien. En dat was dan ook iets extra's. Ja. Dus het is bijna het wortelen in de aarde. Ja. Alles wat er vlak voor je voeten komt. Ja. En de eindeloosheid. Ja, die combinatie, ja. En die reikt ook naar datgene waarvan we alleen maar een vermoeden kunnen hebben. Het is een beeld, ja, daarvoor. Het ruimte. Ruimte. Het is de deal, ja. Zowel mentaal als fysisch als emotioneel. Ruimte.